Iwan Niekoop werkt al bijna 25 jaar bij VDL Bus Chassis. En als er iets kwijt is of er is een ander manco, dan lost Iwan het op. Hij heeft vaak een babbel met zijn baas Wim. Al is het woord baas misschien niet de juiste term. Ja, ik vind baas een best een groot woord. Ja, wij kennen hem hier als een persoon eigenlijk, vind ik. Gewoon een goed man die iedereen hier kent. Hij komt altijd hier beneden langs en altijd een handje geven. En het mooie van is, hij kent bijna iedereen hier bij zijn voornaam. Iwan werkte eerst bij DAF Bus International in Eindhoven, dat in 1993 failliet ging. Wim van der Leegte neemt het bedrijf en het personeel over. Ik kwam mij hier zijn eigen voorstellen dan. En de manier hoe hij overkwam op ons was het van ja, toch een fijn gevoel vond ik. En toen hij klaar was met zijn eigen voorstellen en wat de plannen waren, zei hij, en nu bier. Want hij heeft dus het failliete DAF Bus overgenomen. Ja. Wat hij later ook alweer in Born heeft gedaan toen Mitsubishi daar de stekker uittrok. Op een gegeven moment was hij echt op het pad van het redden van bedrijven. Maar ja, dat is toch ook zo. Hij zorgt dat de economie hier doorgaat, vind ik. Dat draaiende blijft. Want zonder Wim zouden wij denk ik misschien of geen werk meer hebben of iets anders. Denk ik hoor. En hoe Wim van der Leegte zelf tegen zijn pensioen aankijkt, dat ziet u later vandaag.